Hallo, ik ben Hans Robrechts. Welkom in deze module van de Dolk. In deze module gaan we vooral de lichtplaatsing en de analyse van de foto verder bekijken. We gaan ook een nieuwe techniek gebruiken, namelijk de afplaktechniek. We gaan een verscherpt inzicht proberen te bereiken in de DLD-techniek. Dus het donker licht en het donker leren beter ontdekken. En we gaan een betere focus doen op een werkplanning, zodanig dat we de juiste stappen op het juiste moment gaan doen voor een maximaal eindresultaat. Laten we beginnen met de analyse van onze foto. In het midden zie je het resultaat dat we willen bereiken en langs links de start. Deze schets gaat ons helpen doorheen heel de schildering. Onze analyse. Het mes is eigenlijk ingedeeld in drie compartimenten. We hebben het handvat, midden bovenaan. We hebben alle versieringen, alle krulletjes die er staan in het midden. En dan hebben we natuurlijk het lemmet. Als we starten met het lemmet, dan zie je dat er eigenlijk drie onderdelen in het lemmet zijn. We hebben een achterste lang lemmet. We hebben dan opgelaste stukken, laten we zeggen aan de linkerzijde en de rechterzijde, hebben we die twee haakjes samen met een stuk van het lemmet. En daarbovenop is er nog een klein lemmet gemaakt. We moeten het verschil kunnen aantonen dat deze lemmets afzonderlijk zijn van elkaar. Hier gaan we dan ook onze donker-licht-donker techniek toepassen, de DLD-techniek zoals ik het zelf benoem. Over deze techniek heb ik een aparte module ontwikkeld die je best even bekijkt voordat je deze oefening helemaal uitwerkt. Het komt erop neer dat eigenlijk het kleinste lemmet dat bovenaan is een schaduw gaat afgeven op het lemmet eronder. Dat kun je zien in de linker en de rechter bovenhoek van lemmet 2. Ook gaat de tand die erop staat op lemmet 2 een schaduw geven, doordanig dat die gerond is, gaat die aan de onderzijde een schaduw geven. De lemmets worden telkens waar ze samenkomen op elkaar gelast. Dan kan je zien dat de punten telkens donkerder zijn, omdat de lemmets daar scherper zijn en het metaal dunner is. We zijn dus verder af van de lichtbron. En dat maakt dat het donkerder is. Er stelt zich de cruciale vraag, van waar komt dus eigenlijk het licht? Wat zijn de verschillende lichtbronnen? In dit voorbeeld is er één lichtbron en dit licht schijnt op die oranje steen die je in het midden ziet. Daar net boven schijnt een licht rechtstreeks erop. Je kan dat inschatten omdat je ziet hoe verder dat we van deze lichtbron gaan, hoe donkerder de tekening wordt. Lemmet 3 is donkerder ten opzichte van het uiteinde van lemmet 2, is donkerder ten opzichte van de start van lemmet 2. Ook als je ziet waar die wirwar van krulletjes is, die allemaal met licht en donker te maken hebben omdat ze onder en boven elkaar gaan, zie je dat in het centrum, kort tegen de steen, het lichter is als aan de buitenzijden. De verdere analyse van onze dolk gaan we doen on the spot. Belangrijkste is dat we beginnen te airbrushen. We hebben onze ondertekening op het papier staan en ik neem nu een tape en dat noemt friskfilm. Friskfilm is eigenlijk een doorzichtige filmplastic die een lage plaksterkte heeft, zodanig dat je deze op een pagina papier kan kleven en toch dat het papier niet scheurt. Hoe gaan we dat bevestigen? We leggen het eerst zodanig dat we de tekening zeer goed door kunnen kijken. We kleven, als alles goed zit, het mooi recht zonder strepen, bubbeltjes en lijnen. Weet, zo'n transparante tape is heel gevoelig voor te rekken als je die moet herkleven. Je gaat dat dadelijk zien met een liniaal. Ga ik deze in één vloeiende beweging proberen zonder bubbeltjes vast te doen. Bij mijn tekening is het goed gelukt, maar je ziet aan de linkerzijde dat het niet helemaal is zoals het moet. Het is waarschijnlijk omdat ik bij de start een beetje te wild was en dat ik het terug heb moeten afhalen om te bevestigen. Nadat je dit gedaan hebt, je ziet heel duidelijk de tekening, gaan we een scalpelmesje nemen om eigenlijk onze lijnen uit te snijden. We gaan steeds iets voorbij de lijn snijden, zodanig dat je kleine kruispuntjes hebt als je gesneden hebt. Dit is gemakkelijker om er strak de plastic uit te halen. Anders heb je het probleem dat je soms een hoekje niet goed gesneden hebt en daar scheurt het plastic in.
Als gevolg daarvan zou het kunnen zijn dat er daarna verf loopt op plekken die je niet graag hebt. Neem rustig je tijd om uit te snijden. Snij vooral niet te diep. Test eerst zo'n plasticje op een teststukje, want met zo'n mesje zit je zeer snel te diep te snijden. Met als gevolg dan dat je door je papier zit. Als je door je werkstuk zit, is het ook niet mooi. Dus je moet echt leren exact door de plastic te snijden en niet het papier te raken. Voor rechte lijnen kan je natuurlijk een liniaal of een lat gebruiken. Ik ga nu de film een beetje versneld doorspoelen, want we gaan gewoon alle onderdelen die op onze schets staan uitsnijden. Ik haal het eerste onderdeel eruit. Let goed op dat je opnieuw niet met het lemmet in je ondergrondblad zit. Dit onderdeeltje is klaar om te gaan spuiten. Oké, de DLD-techniek. Het licht komt vanaf het midden van de dolk. Het bovenste lemmet gaat een donkere schaduw geven op het onderste lemmet dat we gaan spuiten. De rug van het lemmet zal licht zijn, dus we gaan van de buitenkant van het lemmet naar het midden van het lemmet verlichten. Een degradé die dat we stuiten vanuit de donkere positie en toewerken naar het licht. Ook het bovenliggende lemmet geeft een schaduw die we dan ook donker gaan aanzetten. Daarmee is de linkerkant gedaan. We gaan hetzelfde doen met de rechterkant. Stel de rechterzijde van kleur gelijk aan deze van de linkerzijde. We gaan het bovenliggende lemmet ook vrijmaken van plastic. We kunnen dit doen en links en rechts, want deze liggen niet naast elkaar om te spuiten. We kijken terug naar de DLD-techniek. Ook dit lemmet zal een schaduw ontvangen en het zal dezelfde oefening zijn. We gaan van de buitenzijde van donker naar licht. Er is er ook een schaduw van het bovenliggende lemmet op dit lemmet. Als je een fijne lijn moet spuiten, je bent op een plastic, dus mag je gerust een stuk op de plastic spuiten als je niet goed fijne lijnen kan spuiten. Daarvoor is de plastic techniek er ook. Je kan op de plastic spuiten en een klein beetje op het blad zelf. En op deze manier heb je toch een fijne lijn. Als je de lijnen nog wilt afdekken, kijk, dan kan je steeds gebruik maken van een lat of een liniaal of een stukje papier dat je legt om je vorige bewerking niet nog donkerder te maken. Hoe doen we deze tand? Deze tand is vergelijkbaar zoals die bij de leeuw. Daar hebben we eigenlijk een ronding en de onderzijde van de ronding gaan we donkerder zetten. Als we terug op het lemmet komen, gaan we een klein beetje van de buitenzijde wegblijven, zodanig dat daar een klein lichtpuntje ontstaat. We doen een herhaling aan de rechterzijde. We halen het laatste lemmet er nu uit. We gaan terugkijken naar onze DLD-techniek. Het zal donker zijn omdat het lemmet achter de oplas zit. En in het midden van het lemmet zal het licht zijn, want dat is het bovenste punt van het lemmet. Dus we gaan een degradé van de buitenzijde naar het midden doen. We doen dit voor alle twee de lemmets tegelijkertijd. Eerst zetten we de donkere schaduw, want dit lemmet zit onder de oplas van de krulletjes. Naarmate we naar het punt komen, het hoogste punt van het lemmet, zal deze zwarte lijn fijner worden. En nu gaan we eigenlijk uitwerken. Op een zeker moment komen we uit de schaduw. De buitenzijde zal nog steeds iets donkerder zijn dan de binnenzijde of het hoogste punt. Ook de oplas van de scherpe punten onderaan zijn iets donkerder, want ze zijn verder verwijderd opnieuw van het licht.
Ben je daar klaar mee, dan wil je waarschijnlijk je plastic terug proper hebben, want je wil je ondertekening kunnen zien waar je moet spuiten. Dit is de foute manier. Ik toon het je speciaal, want de plastic kan nog nat zijn, de verf op de plastic kan nog nat zijn, en dan ga je eigenlijk allemaal strepen in je tekening maken. Ik zal eens inzoomen, zo zie je het duidelijk. Je moet dus als je je plastic wil kuisen steeds weggaan van het stuk dat je gespoten hebt. Het volgende item dat we gaan spuiten is het handvat. Een handvat is rond, dus we gaan terug in onze donker-licht-donker techniek. De schaduw bepalen. Deze zit aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde is het lichte, of aan de bovenzijde is het lichte. Ja, omdat dit korter bij het licht is en de andere twee zijdes afbuigen naar de achtergrond en naar achter toe. Eveneens is de ronding die we hebben bovenaan het handvat dezelfde. We gaan aan de bovenzijde afronden naar de achtergrond, dus daar zal het donkerder zijn. Ook gaan we een suggestie doen van een aantal streepjes die gaan tonen dat er eigenlijk een volledige ronding is. Eerst de grove lijn, we gaan dus van donker naar licht. We gaan de donkere partijen aan de buitenzijde aangeven. We werken ongeveer 1/3 donker, 1/3 licht en 1/3 donker. Nu gaan we de suggestie aangeven dat er eigenlijk een ronding is. Dus we gaan in het derde donker streepjes zetten. Geen rechte streepjes, maar streepjes die een boogje vormen, waar dat je eigenlijk van links naar rechts op hetzelfde handvat gaat toekomen. Let hier zeer goed op je start-stop. Probeer geen fouten te maken. Pak altijd vanuit dezelfde richting je lijntje indien niet nodig is, zodanig dat je start- of je stopfout die je nog maakt op de plastic verschijnt en niet op het handvat zelf. Leiding gegeven van donker naar licht, dan hebben we de streepjes gezet en nu gaan we afwerken door de buitenzijde nog een beetje donkerder aan te zetten. Ja, en de binnenzijde, we gaan er eigenlijk nu nog een degradé van maken om het kleurenverloop van donker naar licht iets smoother of zachter te laten komen. Nu gaan we correct wegvegen, niet zoals net met het lemmet, maar we gaan met ons papiertje van onze tekening wegvegen. Vegen zodanig, onze plastic is terug duidelijk voor als we straks nog iets moeten uitsnijden, maar we zijn niet in de tekening geweest, waardoor dat we ook geen vuile strepen of verfnat erin kunnen krijgen. We gaan aan de krulletjes beginnen. Het ene krulletje ligt boven het andere, dus zal het sowieso schaduw geven op het onderliggende krulletje. Dat moeten we voorzien. Als het licht van in het midden komt aan onze steen, dan gaan we zien eigenlijk dat de bovenliggende delen gaan schaduw geven op de onderliggende delen. Het zijn ook de donkerste delen eerst die we eruit gaan halen. Dus we spuiten hier de schaduw van het vorige punt op het onderste punt. We gaan steeds symmetrisch werken. Dat wil zeggen, als we het links gedaan hebben, gaan we rechts exact dezelfde manier van werken hanteren. Je ziet genoeg op je plastic spuiten. Hoe donkerder dat we het punt doen, hoe meer dat het punt naar achter zal verdwijnen. Herhaling. Hoe trager je de opbouw doet naar een donkere kleur, hoe beter. Want als je te rap en te veel verf spuit, dan zal je plastic ook ineens vlekken hebben, want de verf trekt niet in plastic. Dus doe de opbouw zacht. Maak opnieuw de schaduw. De schaduw van het bovenliggende krulletje en we gaan de rest verdonkeren, want het bevindt zich dieper dan de voorste krul. We spuiten dus steeds van donker naar licht. Deze twee krulletjes liggen achter al de rest, dus het zal donker zijn. Schaduw geven van de krul en het zal doen. We gaan bij de volgende opbouw bekijken hoe zit dit in elkaar. Hier zien we bijvoorbeeld, het krulletje zit eronder, dus het zal zijn donker, daar, licht aan de bovenzijde en terug donker aan de rechterzijde. We gaan terug symmetrisch werken.
We halen deze zijde er nu uit omdat hier ook een schaduw gaat gespoten worden van de krul die er bovenop aanwezig is. Dus het is donker, donker, licht. En aan de buitenzijde zetten we het iets donker. Als we het punt onderaan naar beneden willen laten gaan, zetten we dit ook donkerder. We gaan een degradé zetten van de buitenzijde richting de binnenzijde. Zo hebben we meer een bewegend punt. Rustig opbouwen. Genoeg tijd nemen. En zien dat je plastic niet te nat gespoten is, want anders ga je in de problemen komen door vlekken of uitlopers. Hoe ziet de volgende krulletjes in elkaar? We zitten opnieuw bovenaan met licht en schaduw donker. En dan kan je kiezen als je het achterste punt donker zet, dan gaat dit naar achter gaan. Zet je het punt lichte, dan gaat dit naar voren komen. Dat is een vrije keuze. Ik ga nu al de rest spuiten zodanig dat je kan zien hoe de verdere opbouw gebeurt, maar het is altijd hetzelfde principe. Als je alle licht en donkers gevonden hebt, rest je nog één ding en dat is eigenlijk je plastic folie helemaal te verwijderen. Dan pas ga je het echte resultaat gaan zien van je harde werk. Wees voorzichtig, trek niet te wild, want dan kan het toch zijn dat je je blad stuk trekt. Ook goed opletten dat je niet te diep gesneden hebt in je werkstuk. Mocht iets zijn, kijk eerst eens aan de achterzijde van je papier. En desnoods breng daar een versteviging aan door het vast te kleven met een beetje tape achteraan.
Nadat alle plastic verwijderd is, kunnen we het steentje ook nog een kleur geven. Hier heb ik geopteerd voor 2 druppels geel en 1 druppel rood. Als je niet buiten het steentje wil spuiten, kan je evengoed een nieuw stukje plastic nemen, groot genoeg het erover plakken en alleen het steentje uitsnijden. Hier doe ik het met de vrije hand. Ik ga de buitenzijde van het steentje donkerder spuiten met de oranje kleur en de binnenzijde zal ik licht houden. Dus ook hier gebruiken we de DLD-techniek van donker naar licht en terug naar donker. Het lichtpunt is ongeveer maximaal 1/3 van het geheel. Dit brengt ons bij het einde van de module en dan komen we bij de samenvatting en onze leerpunten. Ten eerste, maskeerfilm is een hulpmiddel. Gebruik het en spuit op je plastic zodanig dat je start-stopfouten niet zichtbaar zijn. Mocht je geen fijne dunne lijn nog niet kunnen spuiten, geen probleem, spuit de rest op je plastic. Ten tweede, bezin eer je begint. Weet van waar het licht komt. In ons voorbeeld was dit van op de steen. Identificeer voor elk onderdeel wat de DLD is, dus wat donker is, wat licht is en wat opnieuw donker is. Bouw een donkere kleur op in verschillende lagen, zeer belangrijk om traag op te bouwen, want als je in één keer zwart wil spuiten, gaat het van je plastic aflopen. Ten vijfde, indien je plastic afkuist, altijd wegvegen van het werkstuk. Niet over het werkstuk gaan met je nat doekje, want dan ga je problemen hebben. Snij niet te diep in je plastic, enkel daar waar het moet en nooit door je werkstuk. Dat is een leercurve die je moet meemaken, dus kijk zeker voor je op het einde de plastic gaat verwijderen of dat je niet te diep hebt gesneden. Want als je te snel verwijdert, dan gaat je werkstuk beschadigd zijn. Zo, we zijn aan het einde gekomen van deze e-module van de Dolk. Het was een oefening waar we veel geprutst hebben met ons mes, waar we veel geknoeid hebben met onze plastic, maar waar dat we heel veel geleerd hebben, want het is een heel complexe oefening. Niet alles zal even goed gelukt zijn in verband met licht en donker, maar de aanzet heb je wel gegeven om in te zien dat overal in elke tekening je moet gaan kijken. Eerst naar het licht, dan in elk onderdeel van de tekening. Waarom is iets donker en waarom is iets licht? En dit gaan we nog verder uitbreiden in de volgende modules die nog komen. Ik zie je dan ook graag terug in onze volgende module. Tot binnenkort. Dag.